Dus we hebben de boekvoorstelling van het boek van Jean. En dat boek noemt Veritas. En ik ben daar mee betrokken omdat ik het titelblad voor dat boek gemaakt heb. Dat is dus het vervolg van de eerste Senatus. Het grote verschil is, in Senatus speelt mijn echtgenote geen enkele rol. Want ik kreeg het niet over mijn hart. Ik verjongen en zij verouderen. Dus het is eigenlijk een symbool voor kunst en techniek. En op een bepaald moment wist ik hoe ik Monique, mijn echtgenote, erin kon krijgen. Eigenlijk heeft zij de belangrijkste rol in het verhaal. De rode draad is zij. Zij begrijpt dus niet wat er met mij gebeurt. Ik trouwens ook niet in het begin. Dat ei dat in de hoofd valt, dat is ongelooflijk. Maar ik heb er geen verklaring voor. En dus, zij is ongerust. Ze stelt zich vragen, wat is er aan de hand enzovoort. Bijvoorbeeld, ik ben zelfs op Facebook niet meer. Dus er is iets gaande, maar ze weet niet wat. En op een bepaald moment gaat ze betrokken worden in het verhaal en gaat ze met mij meegaan in de tijd. Het is in dit boek, vertelt Jean over veel evenementen in de geschiedenis, waar hem dan tijdreizen naartoe kan doen en de geschiedenis probeert te beïnvloeden. Dus en terwijl dat hem die tijdreizen doet, gaat hem als persoon achteruit, wordt hem altijd maar jonger en jonger. En je hebt van alle evenementen, bijvoorbeeld ook 9-11 of begin van bepaalde oorlogen. Dus alle dingen waar je vraagt waarom zijn die zo gelopen. Dus eigenlijk al die dingen waar geweld van de mens aan de mens gebeurt eigenlijk, denk ik. Dus daarmee was dat voor mij een interessant thema ook.